Goedemorgen, vandaag is het offline dag. Ja, maar wij zijn natuurlijk niet offline, dat kan niet. Want dan zou je niet mee kunnen tekenen. Offline dag, wat gaan we daarbij tekenen? Goeie vraag, maar laten we maar gewoon gaan tekenen. Want dan moeten we toch weer snel offline en gewoon gaan tekenen. Offline tekenen, online tekenen, offline. Nou ja, laten we maar gewoon gaan tekenen. Doe je mee? Vandaag is het offline dag. Ja, en dan toch een video. Eigenlijk kan dat natuurlijk niet als je offline bent. Een online video kijken. Maar goed, offline dag. Ja, wat kunnen we daar nou het beste bij tekenen? Misschien gewoon een stekker. Hoe ziet een stekker eruit? Hoe teken je nou een stekker? Nou, laten we eens beginnen met die twee pinnetjes. Zo. Daarachter tekenen een soort ellips. Zo. Nou, en ik denk dat iedereen nu al dit kan zien als zijnde een stekker. Zo. Ik vind het eigenlijk best een aardige stekker. Nou, er zijn natuurlijk nog allerlei varianten op stekkers. Je hebt nog allerlei andere soorten stekkers. En je hebt hier ook nog met zo'n groefje erin zo. Dat ze ook in het bepaalde manier in het stopcontact passen. Je hebt ze ook nog met een extra pin. Dat hebben ze bijvoorbeeld in België. Nou, je zou hier natuurlijk ook nog schaduw zo aan kunnen geven. Dan kan je de lijn kan je ook nog aan één kant wat donkerder maken. Zodat hij wat meer schaduw heeft. Zo. Nou, ik zou zeggen, ga daar eens mee variëren. Schaduw van de pinnetjes. Op de één kant een lijn. Zo. Ik zou zeggen, ga zelf ook eens kijken wat voor stekkers zijn er allemaal. En probeer die eens na te tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.